Over ongeveer 2 weken mag je voor het eerst dit jaar weer legaal vuurwerk kopen in de Nederlandse vuurwerkwinkels. Na het vuurwerk 3 dagen in huis te hebben en uiteraard niks te hebben afgestoken, mag je op 31 december vanaf 6 uur 's avonds een paar uur knallen. En dat moet natuurlijk goed gebeuren, dus bij deze de top 10 met het hardste vuurwerk. Hier in Nederland zijn de regels een stuk strenger in vergelijking met de rest van Europa. Om het veilig te houden bevat het vuurwerk hier minder en zelfs zwakker kruid, zodat je na oud en nieuw nog gewoon tot 10 kan tellen. Dat is natuurlijk fijn, maar veel mensen vinden het toch verleidelijk om het net een stapje hoger op te zoeken. Mocht jij dat ook vinden, dan is deze top 10 misschien wat voor jou. We gaan een kijkje nemen naar de top 10 van de hardste grondknallers ter wereld. Dus even voor alle duidelijkheid, we weten dat er shells of zelfmaakproducten bestaan die harder zijn, maar in deze video gaat het puur om grondknallers die door echte bedrijven worden gefabriceerd. En tenslotte, al het vuurwerk uit deze top 10 is zwaar illegaal en kan zelfs levensgevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik. We raden jullie dus ten zeerste af om dit vuurwerk te kopen. Goed, genoeg gezegd, dit is de top 10 hardste vuurwerk. De De La Forana Profi staat op de nummer 10. Deze flinke knaller bevat 45 gram flashkruid en een speciaal time-fuse lont in plaats van het groene visco-lont. Dit lont is beter bestand tegen invloeden van buitenaf en zou dus ook veiliger moeten zijn. De De La Forana heeft trouwens gewoon een CE-keurmerk en is in de meeste Europese landen gewoon legaal. Maar helaas, zelfs de nummer 10 wordt als te zwaar gezien en is voor ons dus illegaal. Deze knallers zijn te koop in Tsjechië en als je wil kun je ze zelfs vanaf daar laten verzenden naar Nederland met de post. Maar dat is niet zo slim. De politie weet dat dit gebeurt en controleert er dus erg streng op. Word je gepakt, dan mag je je vuurwerk inleveren en krijg je in ruil daarvoor een strafblad terug. Applausje voor jezelf, boom. Dat bedoel ik. De nummer 9 uit de lijst is een ware klassieker. Niet door zijn mooie diepe knal, maar ook door de vele negatieve aandacht in de media. We hebben het hier over de Cobra 7, de opvolger van de nog bekendere Cobra 6. Deze soort kost tussen de 5 en 10 euro per stuk en in één Cobra zit 50 gram kruid. De Cobra's worden gemaakt in Italië door het bedrijf Di Blasio Elio. Hier worden ze ergens ver in het platteland geproduceerd, in een speciale bunker. Vervolgens worden ze geëxporteerd naar Oost-Europese landen, waardoor Nederlanders ze makkelijk in huis kunnen halen. Maar dit is wel oppassen, omdat er veel namaak in omloop is. Want, geloof het of niet, vuurwerk is een ware miljoenenbusiness op de zwarte markt. En dus houden grote criminele organisaties zich hier druk mee bezig. Bijvoorbeeld de maffia. Zij produceren misschien wel meer dan de helft van alle cobra's die in omloop zijn. Een deel hiervan is goed, maar een ander deel niet. Ze bevatten veel kruidlek en dat zijn dan ook de producten waarbij de meeste ongelukken gebeuren. Maar de kracht van het vuurwerk is dus niet het enige gevaar. De Italiaanse maffia schijnt namelijk al meerdere vuurwerkbunkers te hebben opgeblazen van het officiële merk om vervolgens zelf nog meer te kunnen verkopen. Best een duister stukje vuurwerk dus. De Retorno 70 legt de lat een flink stukje hoger en belandt daarmee op de 8e plek. Hij bevat 70 gram kruid en kost hierdoor ruim 10 euro per stuk. Bijzonder aan deze knaller is dat er heel erg weinig over bekend is. Niemand weet eigenlijk waar ze vandaan komen en wie de producent is. Maar dat maakt velen niet uit. De Retorno heeft een zeer hoge kwaliteit afwerking en is hierdoor dus ook keihard. Echter, hierdoor is hij dus ook weer zeer illegaal en je wil er niet mee gepakt worden. Deze categorie vuurwerk is volgens de overheid zo gevaarlijk dat het niet meer onder vuurwerk valt, maar onder de vuurwapenwet. Dat betekent dus dat het volgens de wet net zo strafbaar is om een pistool te hebben als deze of soortgelijke knallers. De 7e plek bevat de nieuwste knaller uit het lijstje, namelijk de Cobra 8. Een enorme staaf die vol zit met 100 gram kruid en hiermee ook behoorlijk wat schade aan kan richten. Nu zegt de media al snel dat vuurwerk de kracht van de handgranaat heeft, maar hier is dat misschien ook wel echt zo. Op meerdere filmpjes is te zien hoe een Cobra 8 de brugleuning kapotblaast of enorme kraters achterlaat in de grond. Daarnaast zit er geen extra vertraging in zoals bij de Cobra 6. Hierdoor knalt hij dan weliswaar harder, maar hij gaat sneller af en dus moet je er echt serieus mee omgaan.
Doe je dit niet, dan zou je wel eens een lichaamsdeel of zelfs je leven kunnen verliezen. Ben jij een echte grote jongen en wil je een nog hardere knal, dan is de Big Boy misschien wel wat voor jou. Deze knaller bevat net iets meer kruid dan de Cobra 8 en belandt daarmee op de zesde plek van het hardste vuurwerk. De Big Boy wordt gemaakt in Europa en wordt zelfs gebruikt voor grote vuurwerkshows. Hierbij raden ze trouwens een afstand van 20 meter aan en geloof ons, dat is niet heel veel. Nee, zeker niet als je beseft dat het ding zo hard is dat de meeste decibelmeters het niet eens kunnen meten. Dus zelfs op deze afstand is het misschien slim om even je handen voor je oren te houden. Op de vijfde plek staat een soortgelijke knaller als de Big Boy, namelijk Little Joe. Deze knaller bevat evenveel flashkruid, dat is hetgeen dat voor de knal zorgt, maar heeft ook nog eens een extra effect, namelijk crackling. Hierbij heb je naast de enorme knal ook nog een soort enorme crackling-bal als afsluiter. Hoewel dit een mooi effect geeft, kan je ook dit rotje beter niet in de straat afsteken. Want naast die ontiegelijk harde knal kan het crackling-effect behoorlijk wat schade creëren op de auto's. De nummer 4 uit de lijst is zeer exclusief en steeds minder te krijgen. Erg jammer voor vele pyrofreaks, want hij schijnt een uitermate goede kwaliteit te hebben. US Army Flash Grenade heeft 10 gram meer kruid dan de nummer 5, maar knalt vele malen harder. Dit komt door het speciale omhulsel. Want waar het meeste vuurwerk verpakt zit in een stuk rond karton, is de US Army Flash Grenade ingebonden met een speciaal soort touw. Deze techniek wordt ook in Duitsland gebruikt voor kleinere knallers. Hierdoor kan er makkelijk meer druk worden opgebouwd en knalt het dus ook harder. De naam US Army Flash Grenade heeft trouwens niks te maken met Amerika. Het is slechts een productnaam. Dit stuk vuurwerk wordt dus niet door het leger in Amerika gebruikt tijdens training of oorlogsmissies. Dit is iets dat vele mensen denken en hierdoor ook fout in het nieuws terechtkomt. Waar het grootste deel van de lijst afkomstig is uit Oost-Europese landen, is de Cipolla weer afkomstig uit Italië. En belandt deze op de derde plek. De Cipolla is bijna de hardste knaller en bevat zo'n 120 gram flashkruid. Kenmerkend aan de Cipolla is zijn vorm. Deze bestaat uit een dikke cilinder met erop een dikke lont. Een ander kenmerk is zijn omhulsel. Deze is van plastic gemaakt in plaats van karton, wat zorgt voor meer stevigheid en dus een hardere knal. Problemen hiervan zijn alleen wel dat je te maken hebt met plastic scherven die alle kanten opvliegen. Dus je kan beter wat afstand nemen of zelfs een vuurwerkbril opzetten, zodat je zeker weet dat er geen scherven in je ogen terechtkomen. Je moet trouwens ook wel even je portemonnee opentrekken voor deze knaller. Want hij kost zeker 20 euro of zelfs meer. En dat is best veel als je beseft in hoeveel tijd dit geld opgaat. Er blijft altijd een strijd gaande tussen de grote vuurwerkproducenten om de hardste knaller te produceren. Maar zelfs de producenten hebben door dat het onderhand wel heel erg zwaar en link wordt. Dus stijgt het kruidgehalte van de meeste knallers met niet meer dan 5 gram. En dit was ook het geval bij de Mega Boy, een knaller die de Cipolla moest overtreffen. Dit is gelukt, en ook maar net aan. De Mega Boy bevat namelijk 125 gram kruid. Maar of deze nou ook echt harder dan de Cipolla is, is onbekend. Dus als jij het nou wel weet, laat het dan even achter in de reacties. De afkomst van de Mega Boy is ook een groot raadsel. Hij is vaak te vinden in winkels in landen zoals Polen. Maar nergens staat duidelijk een fabrikant vermeld en vaak zijn er exact dezelfde producten, maar dan met verschillende labels. Oftewel, de kans is dus groot dat ook dit product afkomstig is van criminele organisaties die op deze manier extra geld proberen te verdienen. We zijn alweer aangekomen bij de nummer 1 van vandaag en deze overtreft de nummer 2 heel dik. De Panzerfaust, ook wel bekend als Stielhandgranaten, bevat maar liefst 270 gram flashkruid. Dit is dus meer dan twee keer zoveel als de nummer 2 in de lijst. Het bijzondere aan deze knaller is niet alleen de naam, maar ook de vorm. De Panzerfaust komt namelijk uit de Tweede Wereldoorlog en was een soort van granaat. En dat is precies wat de makers van dit stuk vuurwerk, als we het nog zo mogen noemen, wilden nabootsen. Deze Stielhandgranaten is namelijk net zo gemaakt als de echte granaten die vroeger zijn gebruikt door de Duitsers. Deze granaten waren een enorme revolutie, aangezien je deze veel verder kon gooien dankzij hun speciale vorm. Het idee was dat je de granaat bij het dunne stuk vastpakte en vervolgens met de verdikking achter de granaat wegsmeet. Zo gooide je in plaats van 30 meter soms tot wel 50 meter of meer.
Als je dit vuurwerk graag wil hebben, dan moeten we je waarschijnlijk teleurstellen. Het is namelijk bijna nergens te koop door zijn exclusiviteit en gevaar. En mocht je hem nou hebben, ga er dan verantwoordelijk mee om. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in de reacties achter of jij dit jaar vuurwerk gaat afsteken en zo ja, wat. Steek je liever mooi siervuurwerk af of hou je vooral van een harde, diepe knal? Alvast een gelukkig nieuwjaar toegewenst en doe voorzichtig met de jaarwisseling. Vond jij deze video nou net zo leuk als wij hem vonden? Geef ons dan een like en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!